Hele goedenavond, goedemiddag of wanneer u ook kijkt. Welkom bij People United, aflevering nummer 60. Vandaag is het 1 januari 2024. Ja, een nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen en natuurlijk ook weer leuke gasten. Nou, natuurlijk, de website is ook weer aangepast. Afgelopen vrijdag is er een throwback geweest. Een terugblik op het jaar 2023 met Jan en Linda van Telegramgroep De Bataafse Mossel. Hartstikke leuk, we hebben erg veel gelachen. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Heb je die nog niet gezien? Neem gerust de moeite om die even terug te kijken. Ja, vandaag een van onze vaste gasten eigenlijk. Hoort een beetje bij het meubilair, zoals gezegd, net als Anton Teube en Daan Akkerman. Vandaag Manuela van der Knaap van inzichten.com. En superleuk dat ze er weer is. We gaan het vandaag hebben over 2024. Vandaag natuurlijk de eerste dag. Uiteraard hoop ik iedereen het ontzettend leuk heeft gehad met oudjaarsavond. En dat jullie het gezellig gehad hebben. En dat jullie er genoten van hebben. Met familie, vrienden, kennissen of wie dan ook. Of het samen zijn onder elkaar. Maar we gaan vandaag beginnen met de jaarhoroscoop van 2024. Met Manuela van der Knaap in aflevering 60. Manuela, wat ontzettend leuk dat je er weer bent. Van harte welkom weer bij People United. Ja, hey Danny, hartstikke leuk. Het is ook leuk om weer terug te zijn. Weer een heel nieuw jaar voor ons. Ook de beste wensen alvast. En ja, wat wil je, moet ik gelijk beginnen? Heb je een vraag? Allereerst wil ik weten hoe het met jou gaat. Met mij Hoe gaat. is het afgelopen jaar gegaan? Afgelopen Voor jaar jou? was. Ja, afgelopen jaar was weer een ontzettend leuk jaar. Ook een heel druk jaar. En ik ben begonnen met workshops geven over mijn levenswerk. Maar dat heb ik nog niet verteld. Dat had ik nog niet verteld inderdaad tegen jou. En mijn levenswerk, het heet Scheppingen en zo. In drie delen. En dan geef ik workshops met uitleg over de schepping, de dualiteit, hoe die ontstaan is, over de matrix. En eigenlijk komt alles langs. Wat je op spiritueel vlak maar je af kan vragen over de ziel en over het goddelijke en over ook deze transitie waar we in zitten. En energetisch mediteren we dan en wordt er van alles geopend en geactiveerd. En altijd natuurlijk we hebben iedere week natuurlijk meditatiewebinars, wat ook dus gaat over het dichter bij jezelf komen, in de stilte komen. En daar geniet ik heel erg van. Dat werk vind ik ontzettend leuk. Ik schrijf natuurlijk iedere nieuwe en volle maan altijd een artikel over de actuele processen in de wereld en onze binnenwereld. En ja, dus het is hartstikke leuk. Dit jaar was gewoon weer super. En ik vermoed, zeg maar, voor mezelf, maar ook voor anderen, dat er ook voor mij in 2024 veel gaat veranderen. Dus dat er ook. Ik ben met dat levenswerk begonnen en dat daar de gang van de oude naar de nieuwe wereld, dat daar ligt ook een stukje werk voor mij. Een stukje wat ik aanbied eigenlijk, waar mijn specialisme ligt, waar mijn passie ligt, waar ik blij van word. En wat ik nu eindelijk volledig uit aan het dragen ben. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar wat ik zit nog even net te denken. Goh, dat klopt in één keer omhoog. Oh, oké. Okay. Als we kijken van 2020 naar 2024, waar we nu in zitten, kijken, is eindelijk de astrologie weer hot. Het is weer in the picture. Het is weer, mensen nemen het weer serieus.
vinden het interessant. En of het nou gaat over een wekelijkse, maandelijkse horoscoop of een jaarhoroscoop, dat jij het al drukker hebt, dat is al een teken dat mensen zoekende zijn naar Ja. dingen voor zichzelf, maar ook van hé, hey, wat is er nou aan de hand? En het is goed dat astrologie, vind ik eigenlijk een van de belangrijke onderdelen die eigenlijk in het onderwijs meer terugkomen, is dat astrologie is een onderdeel van ons leven. En we hebben allemaal natuurlijk 12, we hebben 12 sterrenbeelden, we hebben zoveel cyclici, wat het in de andere uitzendingen hebben gehad, is over de verschillende huizen, huis 1 tot en met 12. Enige tijd geleden heb ik iemand dat ook nog proberen uit te leggen. Juist omdat ik natuurlijk voor jou ook het een en ander geleerd heb in de Ja. uitzendingen. En het leuke is dat mensen dan daar heel positief op reageren. Ja, maar hoe werkt dat dan? Nou ja, dan pak ik even mijn telefoon en dan ga ik opzoeken. Dus nou, dat huis 1 tot en met zoveel is dit, huis zoveel, enzovoort, enzovoort. Ik Ja. zeg maar ook de stand van de maan, de stand van de planeten, alles wat daar omheen zit, heeft met elkaar te maken. En het heeft ook met te maken met de energie waar we in zitten. Ja, hoe ik het altijd benoem, is dat de astrologie is eigenlijk. Ik heb een beroepsopleiding gedaan. En dan leer je dus een opleiding van 4 jaar. En dan leer je dus eigenlijk de symbolen lezen. Iedere planeet heeft een bepaalde betekenis. Ieder dierriemteken, de 12 dierriemtekens hebben dus een betekenis. En dat leer je eigenlijk gewoon uit te leggen. En als ik bijvoorbeeld een artikel ga schrijven, dus om mensen inzicht te geven, dan komt dus die informatie. Ik heb dus jou gesproken en allerlei andere mensen gesproken. En dan hoor ik zeg maar wat ze beweegt, wat er aan de hand is. En zodra ik met de horoscoop aan de gang ga en ik ga dus de analyses maken, dan komen al die gesprekken terug. En die komen dan in een soort groot overzicht, waardoor ik in ene klap zie wat eigenlijk. Dus de horoscoop helpt mij dus om de essentie uit al die gesprekken te halen. Waardoor ik heel goed kan zien. Wat de basis eigenlijk is, of de essentie is van hetgene wat er speelt nu. En daarom hoor ik heel vaak van mensen te zeggen: het lijkt me of het voor mij geschreven is. Ongelooflijk, ik herken alles wat je schrijft, weet je? Dus dat hoor ik heel veel. Dus het is, net wat je zegt, het is uit het leven gegrepen. Het is iets wat er bestaat om inzicht te geven. Inzicht te geven in de processen in de wereld, inzicht te geven in jezelf, in wat je voelt, in wat er is, in wat je fijn vindt, wat je niet zo fijn vindt. Je weet zelf natuurlijk wel hoe het zit, maar zo'n horoscoop kan daar een stukje inzicht in geven. En ik werk dus vooral met groepen dan, hè, met die horoscopen. Dus ik doe persoonlijke consulten, daar heb ik gewoon geen tijd meer voor. En ik werk dan met mineralen, die ik lever aan die meditaties. En met collectieve processen. Dus laten we zo zeggen, dus wat ik schrijf, daar hebben mensen veel aan. Dus daar doe ik het, daar word ik ook zelf heel blij van schrijven, zo schrijven. Dus ja. Ja, dat is het ook. Het is een leerproces waar we in zitten. En als ik terugkijk in het afgelopen jaar, heel veel wat de meest vooruitkomende dingen uit, hè, ook het afgelopen vrijdag ook besproken, heel veel natuurrampen. Ik merk ook, gezien de atmosfeer en de lucht, ik voel gewoon, en ook doordat je zelf ook dingen leest en mensen en de uitzendingen hebt gehad, merk ik gewoon dat de poleshift nu volop gaande is. De aarde is zich aan het veranderen. Winters zijn momenteel in deze regio, in Nederland en zo, niet zo extreem qua sneeuw bijvoorbeeld. Maar elders weer wel. Ja, Je merkt het gewoon dat is. de aarde aan het veranderen is. Al het weer is extremer aan het worden. En dat is, hebben we de voorgaande keren, hè, want ik ben ook specialist op het vlak van de zon en dus wat er aan de hand is met de zon, maar ook met de aarde. Dat hou ik ook dagelijks in de gaten.
En dan eigenlijk wat ze zeggen is dat de pole shift ja, is al in ontwikkeling. Maar ja, dat kan natuurlijk nog, de experts zeggen, tussen 2030 en 2040. 2030, 2040, dan gaat het waarschijnlijk pas gebeuren. Maar mijn intuïtie zegt dat het veel eerder is. Ik denk dat we zijn al heel veel dingen aan het veranderen. En wat er dan eerst gebeurt, is dat je, er is namelijk, als de magnetische polen shiften van de aarde, dan krijg je dus eerst dat de Noordpool en de Zuidpool naar elkaar toe bewegen. Want dat is al aanwezig. Want de Zuidpool is al halverwege Antarctica en Australië. En de Noordpool is al halverwege, of is al eigenlijk boven Rusland, zeg maar. Magnetisch noorden, hè. Dus dat is al heel erg aan het lopen. En de afgelopen maanden is dat echt nog veel sneller gegaan. Dus ja, en dan krijgen we eerst, zeg maar, als dat bij elkaar komt, eerst iets van 8 polen. Dan wordt het magnetisch een bende. Dan krijg je dus plekken waar te weinig magnetisch veld is. En waarin je dus eigenlijk enorme storingen, atmosferische storingen krijgt. Waarin je geen radioverkeer hebt. Waarin je, weet je, dus de satellieten niet kunnen werken of uitvallen. Meer kosmische straling. Weet je, dus zulke dingen gaan er allemaal gebeuren. En er zijn mensen die voorspellen rampen. Maar er zijn ook experts die zeggen van, wel nee, het gaat alleen maar zo worden dat we last hebben van die gaten, zoals dat nu voor Zuid-Amerika bij de kust ligt. Dat gaan we dan overal zien op meerdere plekken. En dus dat gat wat daar zit in de ozon, dat is al een teken dat het allemaal gaande is. Maar die verwachten geen rampen. Dus wat dat betreft, maar er is wel heel veel aan de hand. Ja, Dat. ook het water is momenteel in Nederland erg hoog. Dat Ja. heeft allemaal te maken met de poleshift, met alles te maken. Er wordt ook gezegd, ja, er wordt allemaal kunstmatige wapens gebruikt. Ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat het echt te maken heeft met de natuurlijke switch van de aarde. Ja. En dat het tricky is. Ja, oké, dat snap ik. En dat mensen denken van, nou ja, misschien heb ik straks dat voeten. Zou kunnen. Het hoeft niet zo te zijn. Dus ga niet gelijk in paniekmodus. Hou het alleen net goed in de gaten als er ergens hoogwater is waar je zit. Want ja, dit heeft allemaal met, naar mijn idee, ook met de natuur te maken die aan het veranderen is. Ja, zo is dat. Ben ik helemaal mee eens. En er zijn ook andere dingen, er zijn ook manipulaties, voel ik ook. Maar alles met elkaar is het best wel een beetje een bende, zeg maar. Ja, Dus, ja. Ook veel chaos afgelopen jaar. Hè. ja. Heel veel, dus even klein terug op 2023, heel veel onvrede, onrust, door middel van oorlogen, conflicten, bevolking wordt helemaal opgezet. Je kan eigenlijk zeggen, het is een beetje een Bijbels verhaal waar we in zitten. Dat Ja. geloof ik ook wel een beetje. Maar soms is die onrust ook nodig voordat je overgaat naar een nieuwe fase. Ja, De precies, shift. zo is dat. Ja. En je hebt ook mensen die nu in 3D zitten, in 4D, in 5D en zelfs hoger. Dat leeft gewoon onder elkaar. Dat is gewoon, dat is de chaos ook momenteel. Maar dat is ook normaal, want de ene ziet dingen meer als de ander. En Ja. ja, er zijn mensen helaas die het niet zien. En dan ja, dus natuurlijk uiteindelijk de aarde en moeder aarde en degene die boven de zon zit om te beslissen wat er dan gaat gebeuren. Ja, we hebben natuurlijk ook ja, met Anton Teeuwen ook een uitzending gehad over het buitenaards, wat ook steeds meer naar voren komt. Dus er is gewoon enorm veel chaos. En Ja. mijn gevoel zegt dat 2024 een jaar wordt waarin heel veel naar buiten gekomen, echt ontzettend veel, nog meer als afgelopen jaar. Ja. Heel veel onthullingen gekomen. En er is iets met Aquarius. Ja, dat ga ik uitleggen. Bedoel Nou, je dat? Dat verras me. je. Ja. Oké, okay, nou. Ik heb
op verschillende manieren naar het jaar 2024 gekeken. Ten eerste kan je op een natuurlijke manier kijken naar de eclipsen. De eclipsen die werken energetisch een jaar door. Dus de eclipsseizoen was in oktober. En die zetten een soort imprint neer op een natuurlijke manier, die dan vervolgens een jaar nog doorwerkt. En wat zien we dus bij die gedeeltelijke, het waren geen totale eclipsen, maar een gedeeltelijke eclips en nog een. Maar die waren wel een onderdeel van een grotere cyclus. Dat zal ik straks even laten zien. De Great American Eclipse was die een onderdeel van. Daar zal ik zo meteen wat over laten zien. Maar de essentie van de eclipse, een eclipse behoort tot een grotere serie. En dat betekent dus dat de eclipsen in een soort serie steeds lager naar beneden gaan of naar boven en dan weer terug. En dat zijn een hele serie van allemaal eclipsen. En die horen dat noemen ze een Saros-serie. En de Saros-serie waar deze eclipsen toe behoren en dus voor het jaar 2024 zijn baanbrekende, een baanbrekend iets, een baanbrekend jaar met invloed moet ik zeggen, sorry. Met een diepe een transformatie die zijn weerga niet kent. En ook plotselinge dingen die dus en plotseling ineens anders gaan. En dat zie je ook terug in die eclips met Uranus en Jupiter op de ascendant. Enorme vernieuwing in technologie vooral. AI, al de Uranus-technologie gaat dit over. En versnelling van verandering en dergelijke. Maar dus de grotere, en er zijn hele grote krachten bij betrokken. Ik heb het de vorige keer uitgelegd, je hebt dus de zon, de aarde, hè? Ons zonnestelsel draait om de zon. De zon draait om het galactisch centrum. Het galactisch centrum draait om de grote galactisch centrum. Dan draait dat weer om de Great Attractor. En dit Great Attractor draait weer om de Shapley Attractor. En dat zijn allemaal, dus snap je, dus alles draait om elkaar. En we vinden dus steeds groter middelpunt. En dat hele grote middelpunt, de Shapley Attractor, die is betrokken bij deze eclipse. En voor het komend jaar. Dus dat er zijn hele grote kosmische krachten betrokken. Die eigenlijk sturing geven en maken dat er heel veel achter de schermen gebeurt. Wat wij allemaal niet zien. Maar wat wel gebeurt, maar heel veel op zijn plek gebracht wordt. Er zijn hele grote goddelijke krachten eigenlijk betrokken. Zo kan je het zien. Dus het is een bijzonder jaar gewoon wat er voor de deur staat. Als je op die hele grote meta-lagen gaat kijken naar de horoscoop. Dus dat is wat ik eerst al wilde delen. Even kijken, wat had ik nou net gezegd? Dan is misschien wel interessant om te delen dat deze eclips een onderdeel was van drie eclipsen. Ik weet niet of ik dat zo kan laten zien. Oh ja. Dit zijn drie eclipsen die in de Great American Eclipse noemen ze dat. Het zijn drie eclipsen. Ik moet even kijken of ik het. Ja, dus 2017 is de bovenste. Dus die lijn die je ziet, dat is. Ik doe het gespiegeld, deze lijn. Ja. Dat is 2017, een totale eclips. Dan hebben we 2023, die loopt. Even kijken, hier en hier. En deze Ja. is 2024, krijgen we nog een eclips. Dat is deze. En dat zijn dus drie eclipsen die pal over Amerika komen en meestal de plek waar ze vallen, daar gebeurt er nog wel iets. En dan hebben ze het over de kruispunten, waar dus de eclipsen elkaar kruisen. Die plekken verwachten ze dus iets, dat er iets Oké. gaat gebeuren. Maar weet je, het is voor mij wel duidelijk dat als je kijkt naar de horoscoop, vind je het interessant om landenhoroscoop wat te horen? Nou, vertel. Ja? Ja hoor. Want ik heb dat helemaal uitgezocht, de horoscoop van bijvoorbeeld van de WHO en van
roepen. Ja, dit is hem. Wat makkelijker praten als ik. We zien dus bij de horoscoop van de Verenigde Staten dat die. Dus in 2021-2022 is dat proces begonnen met Neptunus-oppositie Neptunus. En dan is een fase waarin eigenlijk die illusie die Amerika ophoudt als de grote redder en de wereldheld, die illusie is gebroken in 2021-2022. Dus tussen mei 21 en november 22. Toen is het begonnen. En nu, in 2024. In 23 bijna, maar vanaf april 2024, kijk eens even goed, nee, vanaf oktober 2023 tot aan, er is een aanraking in maart 2024 en in juni 2024 en in oktober 2023 is er een activatie van de kernkwaliteit van Amerika. En wat betekent dat? Dat is dus die illusie die ze en die nepdienstbaarheid die ze neerzetten in de wereld, daar worden ze op gecorrigeerd. En dat betekent dus dat bepaalde dingen die ze als wereldleider neerzetten, Neptunus gaat over het collectief, over het geheel, dat wordt eigenlijk als het ware weggevaagd en ze moeten dan weer opnieuw die kernkwaliteit, dus hun kwaliteiten, hun vat krijgen op dat collectief, op de wereld. Dat is al begonnen in oktober. Dus ik verwacht heel wat met die verkiezingen. En misschien wel andere dingen. Dus een aanraking in oktober 2023, in maart 2024 en in juli 2024 ook nog. En ze krijgen in 2024 hun Chiron-return. En wat betekent dat? Chiron is de wond die niet te helen is. Dat is een kosmische, karmische wond. Dus dat is iets waar een open wond ligt in Amerika, in de Verenigde Staten. En die komt op zijn geboortepunt weer, die Chiron. En dat betekent dus dat die wond als een puist opengaat en voelbaar wordt. En die gaat over, even kijken of ik het goed zie, die staat in het 11e huis. Dus het gaat over sociaal met elkaar zijn, voor elkaar zorgen, maar ook vriendschappen, maar ook groepen, werken met dus, en daar zit, en dat gaat in Ram heel erg over egoïsme. En dat mannelijke, dat patriarch, wat helemaal doorgeschoten is in. Zoals ik dat geef dan als een voorbeeld. Dat we zakelijk bijvoorbeeld het heel normaal vinden om iemand een poot uit te draaien. Dat is heel prima, dat je iemand belazert. Want het is niet persoonlijk, het is zakelijk. En dat mag dan maar. Weet je wel, dat is dat hele doorgeschoten, rationele. Mannelijke denken, dat zakelijke denken. Alleen maar voor jezelf gaan. Alleen maar het pure egoïsme. Daar komt ook die wond van dat egoïsme gaat gevoeld worden. En gecorrigeerd worden. Volgend jaar, en dat gaat door, de aanraking in, even kijken, 2024 vol, in april 2024 nog een keer, in november 2024 nog een keer en in februari 2025 nog een keer. En hij is begonnen al in. Nu hij is al een keer al. Zeg ik het goed? Nee. Dit gaat. Dus in 2024 krijgt Amerika dus ook gewoon een karmisch stuk te voelen. En bijvoorbeeld in Nederland waren er ook bepaalde dingen karmisch bezig. En ik had, toen waren Maxima en Willem-Alexander bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. En toen kregen ze dus allemaal. U weet het, u heeft gezien die demonstraties met, over de slaventijd en dergelijke. Zulke dingen zijn karmisch. Dus het is een soort payback, zeg maar, tijd. Dus er is iets wat op hun pad komt. En dan staat ook nog eens een keertje, nu op dit moment, collectief, de Noordelijke Maasknop erbovenop. Dus dat betekent dat wereldwijd die wond van, en Chiron in Ram gaat ook over oorlog, vechten, strijd. Dus die staat wereldwijd, staat hier nu ook samen. Waarin heel veel mensen wakker worden. Dat er heel veel boosheid is er bij mensen. Collectief sowieso op dit moment. Maar in Amerika is dat tegelijkertijd met die samenstand. Wat dus het komende jaar komt. Ja, de weer gaat los. Zo voelt dat voor mij. Dus daar gaat wel het een en ander gebeuren. En dat laat deze dus niet voor niks zien. Die eclips. Dit is geen kleinigheidje. Dat in zo'n korte tijd.
zoveel, het is een soort window, kan je het zien, tussen 2017 en Ja. 2024. In 7 jaar tijd waarin heel veel ontvouwt. Klinkt erg pittig. Ja, dus dat is best een interessante iets wat dus bij deze eclips wordt. En ook bij de eclips dus de derde eclips is dus in april 2008, april 2024. En dat is ook nog eens een keertje. Nieuwe maan zit tussen hij zit tussen twee supermanen in. Dat betekent dus dat de maan heel dicht bij de aarde staat. Dus Ja. dat het ook nog best wel een flinke impact heeft, deze Ah. eclips. Dus Interessant. we gaan het zien. Heel Wat erg het, interessant. ja, zulke dingen. Ik vind het echt rete interessant om te kijken naar die landenhoroscopen. En dan bijvoorbeeld ook een voorbeeld te geven. Jij bent natuurlijk ook al met die dingen bezig met de WHO. Die is natuurlijk bezig met. Even kijken hoor. Ik had het opgeschreven hier. Wat zou dat nou? De WHO die is bezig met. Kom, jij weet het ook. Je mag het ook zeggen. Die willen steeds het alles nog uitrollen. Ja, die willen allerlei dingen uitrollen. Die zijn bezig met volledige macht krijgen op het moment dat er een pandemie komt. Dat ze dan alles onder controle hebben. En dat iedereen dat tekent. Nederland heeft al getekend volgens mij. Ja, dat was in Europa. Ja. Hebben wel getekend al. Ja, Ernst Mulder voor het Kuipers. Ja. Ja, precies hè. Ja, precies die. Ja, Maar. maar heel veel mensen gaan hier niet meer intrappen. Dat is nu klaar. Ja, precies. Het is gewoon klaar. Veel mensen hebben het gezien. En je ziet dus dat de WHO heeft een kernkwaliteit in Waterman. De Zwarte Maan in Waterman in het vijfde huis. En dat is eigenlijk in zijn schaduw. Want de NGO die zet eigenlijk alleen de schaduw neer van die kernkwaliteit. Die kan niet die hoge octaaf pakken. Omdat daar veel te veel macht zit. Vaak bij zulke soort bedrijven. En landen vaak ook. En dan zie je dus dat die bronenergie. Dat wordt dan een stampend kind dat ze zin wil hebben. En Ja. ja, wat gewoon door wil drammen. En gewoon, het moet gewoon gaan zoals ik het wil. En nou ja, ze hadden dus een activatie van die kernkwaliteit. Even kijken, in 2023. En ze hebben nog, dus dat stukje macht en controle. Daar gaat de Zwarte Maan overheen. En dat Zwarte Maan is het bronlicht eigenlijk. En wat er dan gebeurt. In 2023, 1 mei 2023 tot 17 januari 2024, is er een, en dat is nog een korte onderbreking, maar dat doet er niet toe, maar het is een langlopend proces waarin die macht gebroken wordt. En als de bronenergie zich bemoeit met een bepaalde stand die aan het huishouden is, dan wordt eigenlijk het oude weggevaagd en dan moet het nieuwe opgebouwd worden. Dus er komt een hele grote verandering en dit gaat heel erg over macht en controle. Dus daar is ook heel veel bezig. Dus dat is super interessant. Dus ook daar. Maar al die spelers die we nu allemaal zien op het wereldtoneel, hebben dus allemaal van zulke soort kernactivaties. En dat zie ik dus in al die horoscopen. Nog een stukje Nederland. Vind je dat ook nog interessant? Ja, maar komt u maar binnen. Kom maar binnen. Oké. Okay. Nou, Ook Nederland. daarin is er heel veel, kleine aanvulling, heel veel aan de hand. De Ja. verkiezingen heeft een enorme schokgolf teweeggebracht. Ik zie dat als een karmische beweging. Nou weten veel mensen die op bepaalde platforms zitten dat meneer Wils niet de meest verstandige man is geweest in het verleden en mij heel veel traumatische dingen mee heeft gemaakt. Ja. Maar het is een konijn uit de hoge hoed en een beetje in de Patriots wil noemen ze dat een white hat actie. Voor de mensen die het niet weten, zoek het even op. Maar dit is echt een drastische draai van heel erg links en Rutte en dat soort dingen. En één keer naar Wilders. En ja, hij heeft bij de VVD gezeten. Heeft in het verleden verschillende uitspraken gedaan waar hij uiteindelijk is op teruggekomen. Hij heeft een aantal punten die extremistisch wordt genoemd. Daar ga ik me niet over uitlaten. Of wat ik ervan vind. Maar wat wel heel bijzonder is, dat hij zegt: we moeten uit de Europese Unie.
Unie. En dat gaat gebeuren, want Nederland is een van de rijkste, of niet het rijkste land van Europa. En als Nederland zegt, zoek het maar uit, of Duitsland zegt, zoek het maar uit, dan gaat de Europese Unie aan elkaar vallen. Want wat wilden ze eigenlijk? Wat zijn ze eigenlijk van plan? Ze willen alle soevereiniteit van de Nederlandse burgers, Duitse burgers en alle Europese landen willen ze stelen, de Europese Unie. En ze willen daar een soort enorm groot land van maken. Dat Nederland is dan een provincie, Duitsland, Frankrijk, Spanje. Maar er zijn afgelopen jaar verschillende bewegingen geweest, waarvan ik enorm blij ben met Orbán van Hongarije, die zegt nee. Dat gaan we niet doen. Turkije is geen Europees land, maar is wel verbonden aan de NAVO. Heeft afgelopen jaar zijn kont gekeerd tegen een aantal toelatingen. Heeft het moeten bezuren met een aardbeving. Dit is gewoon gecreëerd. Dat is mijn idee gewoon. Dat heb ik afgelopen vrijdag ook gezegd. En het bijzondere is dat verschillende landen steeds meer hun kont beginnen te keren, ook Italië. Dus er zijn heel veel bewegingen afgelopen jaar geweest. En ik verwacht dat dit jaar, dit nieuwe jaar, ook heel veel tegenwerking zal plaatsvinden. En of nou dit jaar of volgend jaar de Europese Unie uit elkaar valt, dat weet ik niet. Maar ik ben er wel van overtuigd dat straks we allemaal weer een eigen munt hebben. Maar dan op gelijkwaardig niveau. Ja, nou, ik weet in ieder geval dat er, hoe dat dan precies zit met white hat en black hat en weet ik het allemaal, daar bemoei ik me nooit zo erg mee. Dat laat ik altijd maar aan, ik denk zelf dat het, dat helemaal niks van klopt, van alles wat daar zit. En dat het systeem op zijn laatste benen loopt en dat het gewoon klaar is. Maar goed, hoe dat dan gaat veranderen, daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Maar als ik wat kan toevoegen, zeg maar een stukje inzicht in in de horoscoop van Nederland, dan even kijken waar ik moet beginnen. Even kijken wat er. Ja, er zijn een heel aantal activaties. Dan zal ik bij de belangrijkste beginnen. Even kijken wat er. Even kijken, ja, precies. Turnus, die gaat daarop. Ik moet even goed kijken, Danny, hoe dat en de activatie zo, precies. Er zijn een aantal dingen gaande. Onder andere, zeg maar, Nederland heeft een horoscoop met de Zon, Mercurius, Pluto en Chiron op elkaar in vissen. Dus sowieso zijn ze dit jaar, en dat betekent, Pluto betekent dus macht, hè? Macht en Chiron erbij en in vissen, dat betekent dus gewoon illusie en bedrog. En het tiende huis, dat gaat over bestuurlijke situaties. Dus dat zit gewoon in de basishoroscoop van Nederland. Dus daar zitten gewoon dingen die niet helemaal zuiver zijn, zeg maar. En weten gewoon, in Nederland was eigenlijk een land dat altijd neutraal is gebleven. De kernkwaliteit van Nederland staat in waterman. En dat in het achtste en het negende huis. Betekent, zeg maar, dat Nederland een functie heeft in dat watermantijdperk. En met Saturnus erbij, ook een van de vormgevers is van dat watermantijdperk. Dus daar hebben we dus een functie in. Maar tot nu toe, zeg maar, wordt dat natuurlijk gebruikt. En waterman staat ook onder andere voor technologie. En daarom is Nederland ook een land wat heel ver is met de technologie. Dus we zijn het land wat het meest digitaal geld gebruikt, bijna geen cash meer. Dat is in Duitsland en allerlei andere landen is dat ondenkbaar. Daar gebruiken ze allemaal gewoon nog heel veel contant. Maar dat is hier niet zo. Dat is waarschijnlijk een reden, zeg maar, dat Nederland als land gepakt wordt om met die digitale identiteit aan de slag te gaan. Wat ook met Zwarte Maan in Waterman, bronnenenergie in Waterman, gaat dus over vrijheid, maar ook en over Watermanprincipes. Watermanprincipes. Zegt alles moet open zijn, alles is vrij, alles wat van mij is, is van jou. Weet je wat, dat hoort bij Waterman. Dat is een schaduwkant van Waterman. En daar moet geleerd worden, dus het overlevingsmechanisme staat dan in leeuw van Nederland. En dat betekent dus ego's en handel.
derde huis staat hij. Dus heel veel derde, tweede, derde huis gaat over geld en gaat over. Dus met ego's zijn ze met geld bezig en met handel. Dus dat is het overlevingsmechanisme wat we heel veel zien in Nederland. Er zijn dus een verschillend aantal activaties. En een belangrijke is dat er een karmische aanraking is op 5 maart 2024. Begint dat hele proces met Saturnus over Chiron heen en dat hele Pluto, Zon, Mercurius. Dat duurt tot 2025, maart 2025, april zelfs zie ik. Dus het is, maar dit is een langlopend proces waarin er een soort correctie komt. Ook onder andere op dat Nederland bijvoorbeeld heel veel van die postbus. Dus dat mensen zeg maar, dat grote multinationals een bedrijf stichten in Nederland. En dan geen belasting hoeven te betalen in hun eigen land. Zeg maar. Dat zijn natuurlijk ook dat zijn dan dus die dingen die ik bedoel, die niet helemaal kloppen. Weet je, en Saturnus, er is een interactie tussen de buitenwereld en van buitenaf naar Nederland toe, zo moet ik het uitleggen, die met een correctie komt op dat vlak. En ook op een correctie komt op het vlak van wat er dus niet helemaal klopt. En dan komt er nog een andere activatie. Pluto gaat Waterman in. Heb je waarschijnlijk wel gehoord, een aantal keer. Ik ga er niet te ver over uitweiden. Dat betekent dus dat Pluto is een kracht die perst alles eruit. Afgelopen jaar, om een voorbeeld te geven, van 2008, is dus Pluto in steenbok gekomen. Vanaf dat moment hebben we dus dat de bestuurlijke, dat hebben we de beurskracht gehad toen, direct. Dat financieel, zeg maar, de kredietcrisis kregen we toen. En dat tot nu toe is dat nog steeds, wordt dat onder het tapijt geveegd. Dat wordt nog steeds niet opgelost. Het is nog steeds doorgaan gaan. En we zijn dus op de laatste stukken van Pluto in steenbok, waarin bestuurlijke systemen veranderd moeten worden. Dus Pluto die perst eigenlijk als het ware de narigheid eruit. Die drukt de puist uit. En die zegt gewoon, kijk eens wat een rotzooi we hebben. En die zegt op bestuurlijk vlak, dus op alle systemen, alles laat hij zien wat er niet klopt. En we zijn dus echt vanaf 2008 goed wakker geworden. En zien wat er in alle systemen mis is. Mensen zijn wakker geworden, hebben gezien. We hebben het jaren geleden al, 25 jaar geleden, kon je al dingen van tijdgeest over dat hele financiële systeem. Dat was toen, ja, vreemd vonden mensen dat. Nu is het algemeen goed. We weten gewoon hoe dat zit met geld, hoe dat gemaakt wordt door de banken en dergelijke. Dat is heel gewoon geworden. En dat doet dus Pluto in steenbok. Die heeft dus echt dat hele boeltje omhoog gehaald en zichtbaar gemaakt. Nou, en bij Nederland gaat dus Pluto zo meteen door die kernkwaliteit heen lopen. En dat betekent dus dat hij eigenlijk waar we echt voor staan als een sociaal land met, met gek op vrijheid, op een hoog bewustzijn. Wat heb ik bijvoorbeeld als ik naar het buitenland ben geweest en ik kom Nederland inrijden, dan voel ik gewoon, als ik Nederland inkom, dat het bewustzijn verandert. Terwijl, zo hoog is het bewustzijn helemaal niet in Nederland, maar we zijn wel met ontzettend veel bewuste mensen, hè, in verhouding op zo'n hele bevolking. Dus daar is best wel het een en ander aan de hand. En ik verwacht dus dat het komende, de komende 20 jaar, die kernkwaliteit van Nederland en wat we echt zouden horen te doen, ook als bevolking, alsgene die dat Watermantijdperk gaan neerzetten en daar dingen, de structuren van uit gaan vinden, dat gaat gewoon gebeuren. Dus als een puist wordt de rotzooi eruit geknepen en wordt dus eigenlijk zichtbaar wat het eigenlijk zou horen te zijn. Dus daar gaat wel, en er zijn nog meer activaties, ga ik helemaal niet te diep op in. Maar het zijn, dus er is flink wat aan de hand. Ja. Oké, dus dat dus er is echt, vooral 2023, naar 24 en ja, 24 wordt echt voor Nederland echt een jaar van karmische, dingen die gewoon gevoeld gaan worden. En ook dus best wel een aanraking van de ziel van Nederland. Hè? Dus de ziel, dat de ziel
voelbaar gaat worden. En omhoog gaat komen. Want ook hè, wat we uit het verleden hebben, dat we neutraliteit hadden. De patriotten die gingen staan en voor de vrijheid gingen. Volk wat daarvoor ging staan. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat brengen. Zeer interessant in ieder geval. Heel boeiend schouwspel voor de mensen die bewust zijn van wat er nu gaande is. En het zal Ja. een pittig jaar worden, maar ook een jaar waar eindelijk de mensen die hierop wachten op waarheid eindelijk een gat in de lucht kunnen gaan springen. Nou ja, misschien komt er eerst wel heel veel rotzooi uit, hè? Ja. En, want je weet waarschijnlijk zelf ook wel dat Nederland voor Europa, dat Rutte ons wel voor een karretje heeft gespannen. En dat er wel het een en ander, ik verwacht ook zeg maar dat, nou ja, er gaan wel wat dingen veranderen. Maar hoe dan? Ik heb geen idee. Op welke manier, of waar en wanneer. Ja, wanneer kan ik dan wel zien, hè, ongeveer, met wanneer dat. Maar tot nu toe, zeg maar, iedere keer als er activaties waren in Nederland, tot nu toe merkte je er niet zo heel veel van. Wel een klein beetje, maar wist het allemaal wel weer weg te moffelen. Dus ik ben heel benieuwd of dat nu dit keer weer gaat lukken. Ik verwacht dat er Omdat. heel veel boven water gaat komen. Ja. Oké. En wat we zien, even heel kort, de BRICS-landen. We hebben gekeken naar de eerste summit van de BRICS. En dan kan je dus kijken van wat de energie is en wat de kernkwaliteit is. Die hebben dus in 2023 en tot 2025 hebben ze, kijken, hebben ze een activatie. Zeg ik dat nou goed? Nee, dus ze hebben een activatie gehad van het neer moeten zetten van de kernkwaliteit. En er komt dus vanaf februari 2024 tot december 2025 komt Pluto op de noordelijke maansknoop te staan. Dus de reden, zeg maar, dat de BRICS-landen bij elkaar zijn, die wordt er gewoon, ze moeten nu, worden van buitenaf, worden ze aangesproken op, ze moeten dat waar ze voor samen gevormd zijn, gaan ze nu naar buiten brengen. Dus wat we al verwachten, hè? Dus die BRICS-landen, dat is een aantal landen die eigenlijk een nieuwe mandje heeft gemaakt van munten. Die samen zijn gaan zitten om afspraken te maken op wereldhandelniveau. En wat ik weet met de BRICS zijn ze, wat ging ook om een basket, hè? Een basket van munten. En mensen denken dus dat er een BRICS-munt gaat komen, maar waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk blijven ze gewoon allemaal hun eigen munt houden, maar hebben ze wel afspraken en samenwerking. En je ziet Juist. dus gewoon de rise, hè, dus die komen omhoog en die gaan gewoon staan Juist. nu, die BRICS-landen. En dan hebben we het En dat over mooi, ja. Brazilië, Rusland, India en China. Hè, dat zijn de BRICS. En dan de S was van Zuid-Afrika. Zuid-Afrika, precies. Dus die En land, ja. ik las vandaag, ik kwam even voorbij, ik heb het artikel nog niet gelezen, dat er nog eens 30 landen zich bij de BRICS-landen Ja. gaan voegen. Dus het wordt een rap tempo dat ze de dollar dumpen, omdat ze niet meer bepaald willen worden door Amerika. Ja, precies. Dit wordt een gigantische aardverschuiving in het monetaire Ja. systeem en de libertaire wereldorde, wat ze eigenlijk van plan waren, maar dat niet gaat lukken. Er Ja. zal in de toekomst veel meer samenwerking zijn. De Ja. munteenheden zijn wereldwijd straks allemaal goud gedekt. Zowel de CBDC of de crypto's als ook het briefgeld. En er is eerlijke handel. Voor iedereen in de wereld, eindelijk ook voor de landen in Afrika en andere armere derde wereldlanden die ze hebben kou hebben geplukt, onder andere de Verenigde Staten. En nog meer landen, waar ook Nederland ook helaas ook bij zit. Ja. Hoe heet ik, even kijken. Wat zou ik dus zeggen? Die zijn weer in opkomst. En bijvoorbeeld het verkoop van uranium bijvoorbeeld. Daar vragen ze nu gewoon de hoofdprijs voor. Dat soort dingen. Dat betekent Ja. dus straks in de toekomst
En er gaat, naar mijn idee, in de toekomst echt wel vrije energie komen. Of een ander soort manier van energie. En die zijn er Maar al, nu, hè? Ja. ja, maar windmolens zijn straks dadelijk niet meer nodig. Die worden dadelijk waarschijnlijk in de toekomst gewoon allemaal uit de zee geplukt. Want er komen steeds meer artikelen naar buiten dat er heel veel vogels, ja, letterlijk worden gespiesd. Ja, sorry, het Ja. is niet leuk om te horen vertellen. Maar alleen die worden. Hè? Dus er zijn heel veel dingen die, gaande. En het is een proces waar we in zitten. Misschien nu breekt er een tijd aan van heel veel onrust. Maar ook een tijd aan van heel veel mooie nieuwe technologieën. En ook een andere manier van samenleven onder elkaar. Gelijkwaardigheid. Dus mensen kijken elkaar niet meer vreemd aan. Of je nou waar je dan ook vandaan komt. Dus in die zin is het goed. En ik verwacht ook dat steeds meer landen straks hun eigen mensen behouden. En dat je gewoon een mooie wereld gaat krijgen. Een betere wereld als nu. Nu wordt het door de chaos en de oude wereld losgelaten. En wat je zegt in jouw activaties en in jouw astrologie. Ja, dat wordt nog wat. En Geert Wilders is in Nederland dit keer de trigger. Het had niet uitgemaakt wie, maar er had iemand anders de trigger moeten zijn. En dat is Geert Wilders geworden. Dus in die zin, er staat een heleboel komend jaar te gebeuren. Hoe en wat, dat weten we nog niet. Maar dat we even hier doorheen moeten, ja. Dat is niet anders, maar dat het daarna beter Ja. wordt, is ook een feit. Gelukkig. Ja, Dus precies. sowieso een waarschuwing in de boodschap, hè, van let op, hou je ogen open, verslap niet, kijk wat er gebeurt. En durf dus ook je gemeente ook aan te spreken op dit gedrag. Dat helpt ook een beetje. Hoe meer mensen dit doen, hoe beter. Durf gewoon naar binnen te lopen en de wethouders aan de kaak te stellen over het feit wat er gaande is. Dat heb ik afgelopen vrijdag ook gezegd. En als we dat allemaal, dat stapje doen en gewoon het gesprek aangaan, dan heb je kans dat mensen echt wel naar je willen luisteren. Of in ieder geval het gehoord hebben dat je ontevreden bent. En dat mag ook. En we mogen echt wel als Nederlanders onze mond een keer opentrekken. Want genoeg is genoeg. Ja, precies. Heel veel aan de hand. Zal ik nog wat verder gaan over de jaarhoroscoop zelf? Dus onder andere het algemene overlevingsmechanisme, zeg maar. Ja, ik zit net hier van de WHO, hier heb ik het opgeschreven. De pandemiewet, daar zijn ze mee bezig bij de WHO. Pandemiewet noemen ze het. Ja, okay. We zien in het overlevingsmechanisme, dat is in september begonnen en dat gaat tot volgend jaar september ongeveer door. Zien we het overlevingsmechanisme in vissen. En dat betekent dus dat zowel mensen, maar ook landen, maar ook allerlei gebieden, komen we dus situaties tegen waarin er chaos is. Vissen in zijn schaduwkant is chaos. En dat betekent dat je de vat verliest op dingen. En Saturnus staat erbij. Dus dat betekent dat mensen heel moeilijk hun eigen verantwoordelijkheid kunnen pakken. En het gevoel hebben alsof alles door hun vingers glipt, zeg maar. En dat wat je dus praktisch gewoon ziet, is dat heel veel mensen zich rot rennen om te zorgen dat ze alles nog geregeld krijgen. En dan vervolgens niet toekomen aan wat ze echt willen doen. En dat betekent dus dat ze continu eigenlijk geen vat hebben op hun eigen leven. Dus ze willen wel naar de sportschool, maar het gaat gewoon niet. Omdat er met de kinderen dit aan de hand is. Omdat ze, nou ja, zich rotrennen naar allerlei andere dingen. En wat allemaal moet gebeuren om te zorgen dat het leven doordraait, zeg maar als het ware. Want het leven draait dus helemaal door op deze manier. Heel veel mensen herkennen dit ook gewoon. Andere kant hiervan gaat over slachtofferschap. Dus veel mensen ervaren, voelen zich slachtoffer van situaties. En wat we ook zien in de media, zeg maar, is dat tegenwoordig moet de hele wereld rekening houden als iemand ergens slachtoffer is, dan moet de hele wereld moet zich daaraan aanpassen.
Dus een slachtoffer krijgt een soort podium bijna. Dat is natuurlijk wat we heel veel zien met onder andere met de genders en met dus zij zijn boos en dan als iemand boos is dan het slachtoffer. Dus er moet rekening met ons gehouden worden. Maar goed, dan chargeer ik zeg maar. Dat is een manier om daarnaar te kijken. Er is natuurlijk ook heel veel. Ik ben niet erop tegen op genders en dergelijke. Ik vind dat helemaal prima. Iedereen moet gewoon doen wat hij voelt, wat hij is en wat hij wil zijn. Ik juich het toe. Ga doen wat je wil. Maar ga niet een ander opleggen hoe die moet gaan leven. Omdat jij anders je slachtoffer voelt van iets. Snap je? Die situatie zien we gewoon steeds meer. Waarin mensen gewoon moeite hebben om. Ja, dus een beetje een slachtoffercultuur begint er dus in 2023 is dat begonnen. En dat gaat dus ook nog even door. We Ja. zien, herken je het? Danny? Ja, als je een beetje de berichten van alles een beetje volgt, ja, dan is het zo duidelijk als wat dat het inderdaad gebeurt. Ja, daarom. Hey, die bronenergie, dus de stroom van de bron, en dat kan je zo zien als iets wat je van binnenuit inspireert, die staat in maagd. En maagdenergie betekent voor 2024, gaat over onderscheidingsvermogen, gaat over helemaal in het hier en nu zijn en dat dingen mogen zijn zoals ze zijn, zonder oordeel zijn. Maar wat we Interessant. dus, dat is, en dat wordt eigenlijk in ons geïnspireerd om op die manier zeg maar naar het leven te gaan kijken, om wat meer afstand te nemen en eigenlijk het leven zichzelf te laten organiseren, in plaats van keihard te lopen rennen om alles te organiseren. Dus het zichzelf te laten organiseren. Maar de bronenergie in maagd gaat over onderscheidingsvermogen vooral. En dat betekent dus wat we zien is dat heel veel mensen wakker geworden zijn en zij gaan zien. En als ik de jaarhoroscoop van 1 januari 2024 kijk, dan dat is eigenlijk de datum waarop wij afgesproken hebben dat het jaar begint. Dat is veel meer een horoscoop als ik daarnaar kijk, die praktisch in de wereld zeg maar laat zien wat er gaat spelen. En dan zien we dus dat daar de maan in die bronverbinding staat. En dat betekent de maan staat wat voor het volk. En dat betekent dus dat het volk ja, wakker wordt. En geholpen wordt eigenlijk om dat onderscheidingsvermogen te hebben. Dus dat betekent waarschijnlijk dat vanuit de stroom van de bron er op dit moment dingen gebeuren waardoor we eigenlijk niet meer goed eromheen kunnen. En dat zien we natuurlijk met die corona nu. Dat heel veel mensen ook. Ze weten het, maar ze willen het nu niet weten. Want ja, dat is natuurlijk hartstikke confronterend. Als je een Ja. spuit genomen hebt. En ik was, pas hoorde ik een paar jongeren, die ik regelmatig zie, die hoorde ik in een gesprek. En die vertelden gewoon dat bijna iedereen om hun heen van de jongeren heeft een aandoening, is ziek. Dus ze hebben ze wat. En om de haverklap griep en ziek. En dus dat immuunsysteem, dat is gewoon, dat is echt wel. En nog eentje die erbij stond, die zei van ja, wij zijn ook met kinderen. Ik wil kinderen krijgen, lukt weer niet. Weet je, dus er is echt wel heel veel aan de hand. En die dingen worden heel erg zichtbaar voor degene die het willen zien. Maar heel veel mensen willen het niet zien. En dan krijg je dus, op het moment dat ze niet willen zien, dan komen ze dus in dat overlevingsmechanisme terecht van slachtoffer zijn. En het ook geen vat hebben op het leven. En dat je dus vervolgens doorrent en het niet kan stoppen. Dus je kan eigenlijk niet meer goed in je binnenwereld komen, in je gevoel komen en bij jezelf komen. Omdat je eigenlijk ontkent wat er eigenlijk echt is. Ja, dat is een hele harde realiteit, Ja, maar dat moet precies. gebeuren. Ja, dat zeg je heel Dat moet goed, gebeuren. Danny. Ja. Dat moet gebeuren om uiteindelijk door die pijn heen te komen. En de Ja. mensen die er be niet bewust voor hebben gekozen, en
voor de mensen die naar mij kijken, naar het programma in zijn gebrek. Luister, weet je, je hebt een keuze gemaakt en achteraf met de spijt van. Ik vind het goed van je dat je dat doet, dat je reflecteert. Maar daarom oordeel en veroordeel ik ook niet. Mijn verhaal is natuurlijk heel anders als in 2020. Daar kom ik misschien nog een keertje in een blog op terug of in een eigen video. Maar het is even ook voor de mensen die kijken, die geprikt zijn en die het fijn vinden om Pieper Nijten te kijken. Lieve mensen, ik snap heel goed dat je soms misschien denkt, oh wat stom van me, ik schaam me kapot. Iedereen in dit hele gebeuren is slachtoffer. En waarom? De mensen die tegen mijn kop gezet zijn. En de mensen die met angst zijn opgejaagd. Dus neem het jezelf niet te veel kwalijk. Je bent gewoon in een hoekje gedrukt. En wil je daarover praten of wil je een mailtje sturen, doe dat gerust via People United. Want je bent van harte welkom om je verhaal aan mij te vertellen. En is een interessant, mooi verhaal. Wordt het zelfs een blog. Dus wat dat betreft, je kan gewoon anoniem. Dan zet het er, dat erop. Zodat er niet jouw naam erbij zit. Maar heb je het prikspijt, kan je dat gewoon melden. Ik neem het je niet kwalijk. Waarom niet? Even zo gezegd. Omdat ik heel goed begrijp. En toen ook later in die periode ben gaan begrijpen hoe alles in elkaar zit en hoe de krachten hebben gewerkt. En uiteindelijk is iedereen, maar ook iedereen is hier slachtoffer van, wel of niet geprikt. En ik snap heel goed dat het soms moeilijk is om jezelf voor de spiegel aan te kijken, maar als je daar moeite mee hebt en je wilt over praten, je zou bijvoorbeeld ook even met Manuela van het kanaal contact op kunnen nemen hierover. Die kan je daar fantastisch goed bij helpen. Goed, dat wou ik Ja, even dus gezegd hebben vanuit het ja, hart. goed, goed dat je het zo goed verwoordt. Want dat is gewoon het. Je ziet die mechanismes in die horoscoop. Maar als mens zit je er maar mooi mee. En hoe kom je daar in godsnaam uit? En dat is natuurlijk aan ieder zelf, zeg maar. Maar hoe kom je weer? En dat is wel één ding wat ik zelf uitgevonden heb in al die jaren met het begeleiden met mijn meditaties van mensen. De sleutel is: ga naar binnen. Ga voelen wat er is. Al die mensen die mij in mijn medie. Want het probleem met die prikken is dat je een soort jezelf kwijtraakt. Het is heel belangrijk om naar binnen te gaan en jezelf weer te voelen. En verbinding te maken met wat er is van binnen. En daar is meditatie een hele goede manier voor. Je hebt ook geleide meditaties. Ik doe geen geleide meditaties, maar ik begeleid mensen om naar binnen te gaan en te transformeren wat er is. En daar gebruiken we dus onder andere kristallen voor en dergelijke, om jezelf te helen van binnenuit. En dat is net wat je zegt, het is heel confronterend. En dat laat je horoscoop ook zien, dat de waarheid of het onderscheidingsvermogen, het is confronterend. Maar het is wel de enige weg om een doorgang te vinden, om weer bij jezelf te komen, om dingen op te gaan lossen, om weer vat te krijgen op je leven. En op dingen die er zijn. Dus dat is sowieso gaande. Nu gaat 2024 ook worden geïnspireerd om ons ik te voelen. Wat wil ik nu? Wat heb ik te leveren aan de wereld? Wat heb ik bij te dragen aan de wereld? Daar is een enorme krachtige stroom bezig die extra geactiveerd wordt om jouw plek in te gaan nemen en uit te gaan vinden waar word jij nou blij van, waar geniet je van en wat is jouw stukje wat je bijdraagt in de groep om je heen. En dat zijn vaak hele simpele dingen, dat hoeven helemaal geen hoogdravende, dat zijn vaak de dingen waar je juist goed in bent en die je heel makkelijk doet. Waar die kernkwaliteit eruit komt, je wezenlijke kernkwaliteit. Dat is heel belangrijk, dat je dat op die manier kan doen. En als je, wat ook bij dat overlevingsmechanisme hoort trouwens, is dus het slavenbewustzijn, waar we uit los aan het komen zijn nu, want we zijn eigenlijk uit de dualiteit aan het bewegen
in onszelf, naar de eenheid in onszelf. En die gang van de oude aarde naar de nieuwe aarde, zoals ik dat dan noem, die is eigenlijk, gaat die vanuit onze binnenwereld. Dus op het moment dat je in jezelf vat kan krijgen op een stuk slachtofferschap, op dat slavenbewustzijn, waar je iedere keer weer je mond laat snoeren of niet, ja, je ziet waar je jezelf eigenlijk tekort doet. En daar is dus extra veel bewustzijn op. En dat heeft te maken met de noordelijke maansknoop op Geiron in Ram. En dat gaat dus heel erg over de kosmische wond. Dat is een wond die we opgelopen hebben vanuit andere dimensies al, die heel oud is. En die gaat over voor jezelf mogen kiezen. En op het moment dat je dat, en dus gaan zien waar kies ik niet voor mezelf, waar verloochen ik mezelf, waar geef ik mezelf weg. En ook het loskomen van verbindingen die niet kloppen. Dus we zien heel veel op dit moment dat er dingen, dat je gaat voelen waar het niet meer klopt, waar verbindingen niet meer kloppen. Dus heel afscheid nemen van allerlei mensen, dat is natuurlijk al met de coronatijd ook al gebeurd. Maar het lijkt wel alsof dat nu op de spits gedreven wordt en je moet het gaan zien. Waar mag ik mezelf zijn en kan ik neerzetten wat er nodig is? En waar niet. En dan kan ik gelijk wel op aansluiten dat we vanaf april, even nee, zeg ik wat goed, even kijken. Ja, vanaf april 2024 begint het ongeveer, dat er met grote hoofdletters relaties aan de orde zijn. Dus alle relaties, dus de bronnenenergie gaat dan, de inspiratie komt dan onder andere, voor een deel komt die dus in weegschaal te lopen. En dat betekent dus dat we vanaf eigenlijk april begint dat tot april 2025, dat eigenlijk relaties onder de loep liggen. En dat we gaan kijken, hoe verbinden we ons? Zijn we nog wel verbonden? Wil ik wel met jou verder? Ja of nee? Dus, en dat zit ook in lijn met wat ik net vertelde. En dat is ook nodig, hè, als we dus naar die nieuwe wereld gaan in onszelf, waarin we kunnen stromen vanuit onszelf, dan alle verbindingen, zeg maar, die niet kloppen, die houden je tegen en die houden je vast in het oude. En wat er nodig is, is het om die verbindingen dus los te laten. En te gaan stromen waar je wel kan stromen. Met mensen waar je ook mee kan stromen. Nou ja, misschien heb je dat nu, zeg maar, vanaf september tot september volgend jaar, is ook heel erg de eenzaamheid aan de orde. Dus dat slavenbewustzijn aan de ene kant, maar ook heel erg eenzaamheid. Dat mensen voelen, zeg maar, dat ze eigenlijk, wat je heel veel ziet op dit moment met het overlevingsmechanisme in vissen, is dat er heel veel verslavingen zijn. Dat wijntje iedere dag. En heel veel mensen zijn natuurlijk met drugs bezig. En op andere manieren om te verdoven. Met andere verslavingen, schokken. Of workaholic zijn. Maar wat voor manieren er ook maar zijn om jezelf te verdoven. Maar niet contact te maken met de realiteit. En dat is vanaf september al gestart, hè? En dat gaat tot volgend jaar september ook nog door. En dat kan dus maken dat je dan, als je wel wakker bent, dat je heel erg eenzaam bent met wat je ziet, wat er allemaal om je heen gebeurt. Maar die eenzaamheid, maak er contact mee met wat er is. En die eenzaamheid kan je dan dus de opening geven om een diepere laag in jezelf. Er zit pijn onder, pijn van isolatie, van eenzaamheid, om dus in het hier en nu te komen, in de acceptatie dat de dingen zijn zoals ze zijn. En in contact te komen met je gevoel. En met mijn meditatiewebinars begeleid ik mensen daarmee om gewoon te gaan voelen wat er is. Om dus te stoppen met te verdoven. Dus dat zijn eigenlijk de grote lijnen. Zeg maar wat er gevraagd wordt, is van die eenzaamheid en die verslavingen naar die magische eenheid te gaan in jezelf.
En die krachten, er werken grote krachten mee om dat in jezelf voor elkaar te krijgen. Ik hoor ook heel veel mensen die echt daar heel veel in ervaren hebben. Dus die eigenlijk regelmatig al in die stroom zitten, waarin ze dus eigenlijk alles heel makkelijk manifesteren. En dan vervolgens via de oude verbindingen of situaties, heb altijd nog haakjes her en der, weer teruggetrokken worden, de dualiteit in, de pijn in zichzelf, de clash, weer botsingen krijgen en strijd en dergelijke. En dat zien we natuurlijk ook bij dat er ook krachten in de wereld gaande zijn die bezig zijn om strijd en verdeeldheid te creëren. En wat er nodig is, is dat je leert in jezelf waar je nog vatbaar bent voor die dualiteit, voor die irritatie, voor. En ik geloof niet zo erg in in het love and light verhaal, dat je eigenlijk je trilling altijd maar, en wordt vaak gezegd in de spirituele wereld, verhoog je trilling, dat is het beste. Maar op het moment dat jij niet voelt wat er echt van binnen is, dan val je er niet mee samen. En dan ga je eigenlijk jezelf ontkennen. Ontkennen wat er echt is. En op het moment dat je ontkent wat er echt is, ontstaat er enorme spanning in je systeem. En krijg je nog meer zenuwachtigheid, onverbondenheid met jezelf. En op een gegeven moment barst de bom. Dus wat ik dan doe met mijn meditatiewebinars, is mensen naar binnen begeleiden om te voelen wat er is in het nu. En op het moment dat je het nu kan toelaten, dan kan je alles loslaten en kun je in de acceptatie komen. In het nu kan dat. En dan kom je tot rust en dan kom je in die diepere laag van acceptatie van jezelf en van wat er is. En dan kunnen er pas dingen veranderen. En dan gaat je trilling pas omhoog. Dat zien we ieder meditatiewebinar weer. Dat als de mensen daar komen, komen ze in een diepe, diepe rust. En dan kom je ook in de aardeverbinding met de oorspronkelijke aarde. En dat is een dragende energie die je helemaal draagt, waarin je gevoed wordt, waarin alles van je afvalt en waarin die trilling dan automatisch dus omhoog gaat. En daar kunnen mensen dan een tijd lang in blijven. En steeds langer en steeds meer. Want steeds meer ga je je eigen patronen herkennen en ga je daar uitbewegen. Dus dat zijn. Dus eigenlijk in 2024 gaan we de hele. Ja, kunnen we grote stappen gaan maken daarin. Je zit in Ja. één adem naar je te luisteren. Het is echt. het is. Boom. Mooi, Alles staat ja. gelijk aan. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is mooi. Want dat is Ja. ook nodig. Hè? En even een andere vraag tussendoor. Ja. Als iemand bij jou komt met zo'n webinar, hoeveel webinars hebben ze vaak nodig om die activatie, zeg maar, om te switchen? Hoe vaak ik dat doe, bedoel je dat? Ja, hoe vaak hebben ze dat nodig om uiteindelijk een Oh, beetje meer nodig. in Nou, het. sowieso denk ik, nodig is altijd een beetje relatief. Want het gaat natuurlijk om, zeg maar, ik draag ik ben een spaceholder van een heel groot multidimensionaal veld. En dat veld bouwen we met elkaar op. Dus het komt er eigenlijk op neer dat in dat veld kun je makkelijker in die stilte komen. Maar ik verkoop onder andere hematiet en allerlei andere mineralen die je ook in je dagelijkse meditatie kunnen helpen om daarbij te komen. Ik geef iedere week één meditatie. En die duurt dan zolang mensen zelf willen blijven. Ik werk heel erg vanuit autonomie. Want mensen moeten zichzelf volgen. Dus ze voelen ook wanneer het voldoende is om te stoppen. Dus de een doet een Ja. uurtje mee, de ander doet 2,5 uur mee. Het is net wat er nodig is. En dan ontvouwen we energetisch wat er nodig is. En je ontvouwt van binnenuit, omdat je in contact komt met je goddelijke zelf, ontvouw je van binnenuit je eigen energielichaam, je nieuwe energielichaam. Wat je nodig hebt om dat die wezensessentie ook echt te kunnen leven. Het is meer een way of life, als dat het iets is wat je nodig hebt. Het is een. Ja. Ja, je zat even vast. Je stond er zo. Waar was ik gebleven? Ik vond helemaal. Oeh. Waar was ik gebleven? Jeetje. We hadden het over die webinars en over de activatie en hoeveel sessies mensen nodig hebben. En toen zei je, nou, de ene heeft een uur nodig, de andere 2,5 uur. En weet je Ja, wel. precies. Ja, precies. Dus het is belangrijk, zeg maar, dat je
die webinars kunnen helpen om dus in die stilte en in die en je even helemaal op te laden, in dat zijn te komen. En in contact met jouw goddelijke zelf, met je stilte, met je zijn. Maar dat kun je dus ook zelf doen in je eigen meditaties. Het is een way of life. Veel meer als Ja. dat het een, als dat het een, het is iets wat je zelf moet doen, van binnenuit. En ik begeleid mensen daarmee, maar het gaat om jouw eigen verbinding tussen jou en jezelf. En ik leer je dus hoe je dus heel effectief dingen kan transformeren, los kan laten, in die stilte kan komen, maar ook hoe je je energielichaam kan opbouwen. Want we gaan dus naar die oorspronkelijke aardeverbinding en de verbinding met het oorspronkelijke scheppingsveld, dus eigenlijk buiten die matrix. We hebben gevangen gezeten in de matrix, in een dualiteitsveld, waar we met de tijd van Atlantis ingekomen zijn. En we gaan er nu, zeg maar, in het watermantijdperk gaan we daaruit. En dat is dus helemaal uit elkaar aan het vallen. En ik leg dat in die workshop, Scheppingen en zo, die 14 januari start. Leg ik dat uit hoe die velden in elkaar zitten. En doen we ook meditaties om daaruit te komen. En activaties waardoor mensen zichzelf krachtiger kunnen vinden. En ook begrijpen waar ze in zitten. Met ons bewustzijn zitten wij dus in een afgescheiden stuk van het universum, van de schepping. En daar zijn we nu aan het uitbreken. Want we hebben individualiteit opgebouwd, een ik opgebouwd. En dat is klaar. Dat is nu klaar, dat opbouwen van dat ik. Want dat is te ver doorgeschoten. En nu gaan we dus naar het oorspronkelijke veld weer. Maar wel als een individu, als een ik. En dat is het verschil. En dat betekent ook, we gaan het watermantijd, moeten we helemaal opnieuw, moeten we dus die watermanprincipes uitvinden. En dat gaat over gelijkwaardigheid, vrijheid. En Pluto gaat natuurlijk waterman in, had ik al verteld. En die laat ons zien waar we tot 2044, loopt dat proces, mogen we dus die watermanprincipes uitvinden. Waarin we dus de schaduw eruit gaan halen en gaan zien. En Nederland speelt daar dus een belangrijke rol in dat stuk technologie, maar ook bewustzijn. En het volledige bewustzijn neer te kunnen zetten en ook het groepsbewustzijn neer te kunnen gaan zetten. We gaan veel meer een groepsbewustzijn leven. En dus de manier hoe we nu leven, samenleven, gaat helemaal veranderen. Mooi. Loopt hij weer vast? Ik zie jou. Ja, ik zie jou wel en ik zie alleen stilzitten. Maar je stem is nog te horen. Dat is niet zo. Helemaal Ah, goed. daar ben je weer. Ja. Als je de, nou, is je dit nou helemaal bij elkaar pakken, hebben we dan alles erbij kunnen pakken van 2024? Nou, er is natuurlijk nog veel meer te vertellen. Maar ik denk wel dat we de grote lijnen, zeg maar, gehad hebben. En dan moet ik even kijken op het persoonlijke proces, maar het is heel belangrijk. Oh ja, er is één ding wat heel belangrijk is om te benoemen. Om uit dat slavenbewustzijn te komen, dus dat stuk waarin we voelen, zeg maar, dat we niet vrij zijn, en dat zit dus eigenlijk ingebakken in dat we als wezen in die matrix hebben gezeten, in de dualiteit, daar is het voor nodig dat er een keiharde nee komt. Dus heel veel mensen zijn heel boos op het moment dat ze in hun relatie of, of naar hun werkgever, omdat ze voelen dat genoeg is genoeg. Nee is nee. Dus dat speelt nu heel erg. En dat is in januari, dat loopt, dat proces van, dat is Noordelijke Maasknoop, conjunct Chiron in Ram. En die loopt vanaf, vanaf augustus 2023. En die eindigt in juni 2024. En de piek daarvan is in januari, in februari. Waarin dus nee is nee. En dat betekent dat dat ook collectief is gebeurd. Waarin we dus die bond gaan voelen van waar we nu met z'n allen wat we gecreëerd hebben. En wat gewoon onhoudbaar is geworden. Dat is collectief, speelt dat. Maar in ons persoonlijk leven voel je dus waar je niet voor jezelf kiest. Dat de energie het terughaalt naar jezelf. En het is nee. En dat nee, daarachter zit het voelen van ja voor jezelf. Echt kiezen
voor wat jij nodig hebt. En dat betekent niet een stuk egoïsme. Dat betekent dat je op een gezonde manier bij jezelf komt en gaat kijken van wat dient mij dan wel. Dus dat zijn in ons persoonlijke proces ook enorme verschuivingen voor het komend jaar. Waarin er dus heel veel verandert. En wat dat collectief betekent, ik ben heel benieuwd. Wat dat, en het gaat ook heel erg om actie ondernemen. En we mogen van strijd naar een stuk vruchtbaarheid. Dus het is heel erg innerlijk werk doen om te zorgen dat je trilling verhoogt. En je stukken waar je pijn hebt, waar je niet in heelheid bent, dat je die heelt in jezelf. Zodat je dus op die nieuwe aarde, nieuwe tussen aanhalingstekens, het is natuurlijk een vernieuwde aarde, waarin we de oorspronkelijke aardeverbinding weer kunnen vinden. En daar begeleid ik mensen mee in die meditaties, om die aardeverbinding te vinden waar je gedragen wordt. En dan gaat het leven heel anders als dat we gewend zijn. En dit gaat gewoon gebeuren. Maar hoe? Van binnenuit, maar ook in de maatschappij. En ik weet niet of dit met rotzooi moet gaan, of dat het ook gewoon op een hele rustige manier kan. Daar gaat het niet over, maar ik weet wel zeg maar, dat dit proces gaande is. En dat we echt, dat mensen ook steeds meer die eenheid ervaren in zichzelf, die rust, die stilte. Ja, dus ik denk dat dat het belangrijkste is om te benoemen. Volgens mij heb ik alles wel een beetje gehad. Is dat eigenlijk ook een beetje je slotakkoord van dit programma? Want Nou, ik ja, denk ik het kan me wel. vragen. Er is nog veel meer te vertellen, maar dat ga ik niet doen. Volgens mij is het goed zo. Ja, En ik misschien is had. het leuk dat je het voor je eigen kanaal ook een leuke film nog erover gaat maken. Dat je er dieper op ingaat. Nou, als mensen meer hiervan willen horen, ik heb ieder webinar, ieder meditatiewebinar, start ik met een praatje van een kwartier, 20 minuten over de actuele situaties. Dus Oké. ieder webinar, zeg maar, tussen 8 uur en 9:10, vertel ik live, en kunnen mensen ook vragen stellen. Voordat we beginnen met de meditatie, wordt altijd de processen worden besproken, ook wat er in de wereld gaande is. Dat is hartstikke interessant. Dus mensen vinden het heel fijn om dat vaak te horen. En soms knip ik ze en plaats ik ze op YouTube, op mijn YouTube-kanaal. En dat zijn dan misschien van die rare geknipte filmpjes. Maar het is wel interessante informatie. Dus heb jij nog een vraag, Danny, of een opmerking? Of Oef. ben je suffig Nee, gepraat? wat moet ik vragen aan iemand? Ik zit zo vol aandacht naar het luisteren. Jeetje, Mina, wat gaat het voor People United betekenen in 2024? Daar ben ik benieuwd naar. Ja, precies. Ik wil één ding zeggen. Het is echt een. Ik zit nog even naar die horoscoop van die eclips te kijken. En dat was echt. De uitkomst was echt dat het een magisch jaar wordt. Dus een jaar met dingen die je met je verstand niet kan begrijpen. Maar die wel, zeg maar, gaan ontvouwen van binnenuit. Als je maar voldoende rust neemt bij jezelf bent. En durft je te verbinden met wat er in je leeft en wat er gevoeld kan worden. En dan gaan dingen soms op een manier die met het hoofd niet te begrijpen zijn. Dus magisch jaar. Ons platform. Voor jouw platform. Wauw. Nou, Ja. ik laat me verrassen door de astrologie en door de spirits en door ons lief heer op zijn stoel. Nou, weet je, Dank je wel. Danny, als je gewoon doet wat je passie heeft, en dat doe jij, je doet wat je fijn vindt, wat je leuk vindt om te doen, en bent stap voor stap ben je alles aan het opbouwen, zo, al een paar jaar ben je heel gepassioneerd bezig, Ruim een dan jaar komt dat, pas. wat zeg je? Ruim een jaar pas. Ruim een jaar. Nou, ik dacht langer, sorry, maar ruim een jaar, maar ik bedoel, maar dat doe je van binnenuit, omdat je het leuk vindt om te doen. En dat is de stroom. Dat is de stroom en
als je dus op die nieuwe aarde komt, is dat hetgene wat doorgang vindt, wat door kan stromen. Als je maar doet waar je blij van wordt. Inderdaad. Wat een prachtige woorden. Ook voorspeld voor mij, voor iedereen ook. Ik heb ook net het een en ander gezegd aan de mensen over een bepaald onderwerp. En ja, het slotakkoord is al gegeven. Als je Manuela van der Knaap wil volgen, op Telegram is ze te vinden. Ze is ook op Facebook te vinden. En ze is ook te vinden op YouTube met haar eigen kanaal. En natuurlijk niet vergeten haar mooie website, die, wat ik begrepen heb, ook in een lichte transformatie zit. People United is in lichte transformatie met hun platform. We hebben sinds kort een ander logo. Wil je daar meer over weten, kijk op de website natuurlijk, maar uiteraard eerst mijn gast, www.inzichten.com. Wil je meer weten ervan? En wil je een webinar bijwonen, dan kan je dat via de website, als het goed is, kan je daar meer informatie over vinden. Klopt dat? Ja, dankjewel, Danny. Ja, gedaan. Zo doen we dat gewoon. En ja, wil je een keertje een consent, hoe noem je dat? Wil je een keertje een behandeling? Dat klinkt een beetje Doe maar alsof je naar niet. de slager gaat. Maar wil je een keertje met Manuela een sessie doen? Kan je dat ook via de website doen. Dus, Ja, ik heb kristaldagen waar ze kunnen komen. Ja. juist, nou, kijk eens aan. Kristaldagen. Ja, wat een prachtige uitzending vandaag. Ik heb weer een hoop opgestoken. En de uitzending zal zien. Ofwel op People United, op YouTube en op de. Inzichten.com, maar dan weet zo het geloof ik, YouTube-kanaal. Ja, op de YouTube-kanaal van Manuele van der Knaap. Beide starten ze, als het goed is, als mensen die naar kijken, is ze op dezelfde tijd gestart. Dat is ook hebben we ook zo lekker afgesproken. Kunnen mensen kiezen bij wie ze willen kijken? Het gaat niet om hoeveel mensen er naar kijken, bij wie, om bij wat dan ook. Het gaat om de informatie delen en het samenwerken. Daar staan we voor. People United. Unity is the only way. Ja, Manuela, ik vond het zeer bijzonder weer om je weer in uitzending te mogen Ja. ontvangen. Het is een prachtige kick-off voor het nieuwe jaar. Met hele bijzondere processen op astrologisch niveau en ook op geopolitiek niveau, op menselijk niveau, persoonlijk niveau, een heleboel niveaus. Hè. Ja. Maar er Ja. is in ieder geval iets gaande. We leven in een hele bijzondere tijd, voor sommigen ook heel erg zwaar. Blijf positief. Het komt toch wel op zijn pootjes terecht. En ja, ik zou zeggen, weet je niet wat je moet doen, of je bent even een beetje van slag, neem even gas terug om uiteindelijk weer wat verder te komen. En dat is het allerbelangrijkste. Dus ja, we hebben alles een beetje gehad. Natuurlijk, oh, we zijn ook te vinden op Instagram. Dus heb je Instagram, volg People United Tool, People United 2022. Op Instagram. Ik zou het zeer waarderen als jullie ook daar eventjes gaan kijken. Heb je dat niet? Facebook, Patriot News Holland. En daar Telegram is natuurlijk bekend al. En natuurlijk de website. Ik wil Manuela nogmaals van harte bedanken voor haar bijdrage in deze, ja, nieuwjaarshoroscoop van 2024. En we gaan zeer zeker vast nog een keertje over andere onderwerpen praten. Dus wellicht dat het in een laat stadium dat ze wil terugkomen. En wat dat betreft, ik ben benieuwd naar jouw reactie, Manuela. Hoe heb jij het gevonden? Ik vond het weer geweldig. Tenminste, geweldig. Ik vond het fijn, zeg maar, met jou. En we zitten wel op één lijn wat dat betreft. Ja. Ja, ik vond het hartstikke leuk om te doen. Dus Ja. ja.
Dus mensen van People United, volg Manuela. En degene die bij Manuela nu kijken, volg People United. Zo doen we dat onderling. Ja. We versterken elkaar, we helpen elkaar. En het is ook gewoon hartstikke leuk. Ja, dankjewel, En Benny. dankjewel, Manuela. Lieve Manuela, super bedankt. En iedereen. Ik wil jullie allemaal enorm bedanken. Aanstaande vrijdag is er een herhaling van een podcast die ik op een ander platform gemaakt heb. Dus die is ook te zien. En verder januari, we zijn afgetrapt met Manuela. En de komende maand zijn er echt hele leuke gasten bij People United. En die willen heel graag aanschuiven. Dus ook die mensen komen eraan en ik ga dat nog lekker niet verklappen. Dat hou ik nog even geheim. Dat zien de mensen wel in de aankondiging op de website. Goed, mensen, Dankjewel. allemaal graag gedaan. Bedankt voor het kijken. Een hele fijne avond. Geniet van deze week als je nog vrij bent. En anders rustig aan beginnen. En anders breek ik het lijntje niet. Lieve mensen, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Manuela, dankjewel. Jij ook bedankt. Doei. Doei. Hallo allemaal. Nog eventjes een extra bericht over 2024. Om er even heel erg goed duidelijk te maken waar het in 2024 in de kern om gaat, is dat we het hele jaar, en dat is al in september 2023 begonnen, is Gijhan in Ram in beeld. En heftig eerst vanaf september 2023 tot aan juni 2023 staat de Noordelijke Maasknoop verbonden met Chiron. En dat betekent dat alle energie continu richting de wond rondom strijd. Chiron in Ram gaat over strijd, gaat over verdeeldheid, maar ook en de wond daarvan. En de wond van het egoïsme, de wond van het mannelijke wat te ver doorgeschoten is in het patriarchaat in onze wereld. Al die zaken rondom dat thema, zeg maar, zijn dus heel 2024 vanaf september 23 is het al actief. En wat ik net zei, van september 2023 tot juni 2023 is dus energetisch en ook praktisch, zeg maar, kom je dus dan in een soort situatie waarin je die wond te voelen krijgt in je leven. In directe relaties, in verbindingen met anderen. En ook komen we die dus tegen rondom verdeel- en heerstechnieken. Die verdeel- en heerstechnieken, daar hebben wij mee te dealen. En laat je dus niet voor dat karretje spannen. Want Chiron in Ram gaat over die strijd. En die eeuwigdurende strijd die begonnen is vanaf de val in Atlantis, van Atlantis, zijn we in dat leeuwtijdperk zijn we dus in die matrix gekomen, in de dualiteit. En van daaruit zijn we in strijd gekomen met onszelf, maar en met de wereld om ons heen. Wat er nodig is, is dat we dus die strijd weer terug gaan halen en in ons eigen systeem gaan helen. Ik wil nog even zeggen, dat vergat ik te vertellen, vanaf april 2024 tot aan ongeveer april 2025 is dus de activatie van het overlevingsmechanisme. De Priapus voor de kenners, die staat dan in Ram. En dus komt daar ook die Chiron weer bij te staan. Dus ik val vanaf het najaar 2024 tot april 2025 is dat dus ook actief. Dus het thema blijft heel 2024 actief. En waar het om gaat, is dat je meesterschap krijgt over die pijn en dat verdriet, hè, dat zie je natuurlijk in de wereld ook, met de ruzies die er wereldwijd zijn, die altijd maar weer oplaaien, zoals in Israël, met de Palestijnen, wat je daar ook ziet in die tweestrijd. Het is alleen maar pijn en van oorlog komt alleen maar nog meer pijn. Dus wat deze stand, heel 2024, wat in de essentie van ons gevraagd wordt, in onze spirituele groei, in onze groei in bewustzijn, om dus echt uit de dualiteit te kunnen stappen,
de oude wereld van dualiteit van de matrix te kunnen verlaten en naar de eenheid te gaan. Naar de nieuwe wereld, dus haakjes. Dit is natuurlijk geen nieuwe wereld. We gaan uit die matrix. Die matrix begint uit elkaar te vallen. Je ziet dus overal dat de systemen niet meer functioneren. Dat eigenlijk alles wat dualistisch gebaseerd is, niet meer functioneert. En dat is dus het stuk wat we in onszelf... Het werk begint in jezelf. Je ziet het in de wereld gebeuren. Dan kan je in de angst gaan zitten en proberen dat te veranderen. Maar waar het om gaat, is dat je dat proces in jezelf weet te keren. In essentie, ik ga zelf altijd eerst door bepaalde processen heen. En op die manier kan ik het dan over schrijven. Of het duidelijker aangeven in het praatje wat ik heb voordat mijn meditaties beginnen. Iedere week online vertel ik over bepaalde processen. Wat dus heel duidelijk geworden is, is dat Gijvan in Ram gaat over de wachter installeren. Dus eigenlijk het lek vinden in je eigen energieveld, in je eigen leven, al heel praktisch. Waar zit het stukje waar jij nog te manipuleren bent, waar je af te tappen bent, waar je de strijd aangaat. Waar je dus probeert die ander te veranderen, de wereld te veranderen. Gijvan in Ram gaat over het doorzien van de verdeel- en heerstechnieken, waar je ze allemaal ziet. Maar, en dan gaat het niet om dat je niks doet, maar het gaat erom dat je de wachter in jezelf installeert en dat het zegt nee is nee. En energetisch heb ik dus hulpmiddelen daarvoor. Daar praat ik ook over in de webinars. Ik ga gewoon kijken hoe ik dat makkelijker beschikbaar kan maken. Maar het is dus belangrijk dat je voor jezelf dat proces gaat doorzien. En dat je van daaruit dus, wat ik dus al meegemaakt heb, ook in mijn meditatiewebinars, als ik met die bepaalde, als we met die eens in de eenheid komen, in het eenheidsveld van de nieuwe aardeverbinding, die ik kan gaan voelen als een heel dragende energie. In de dualiteit is dat een veld wat een aarding, zeg maar, waar je bij voor moet werken. En in de nieuwe energie is de aarding dragend. Dan komt er vanuit het wezen van de aarde een dragende energie, die is warm, die is voedend. En tegelijkertijd komt er een bronnenenergie die je ook draagt. Maar je komt in een veld wat volledig in eenheid is en wat niet meer gewond is van binnen. En daardoor iedere keer weer processen aantrekt met strijd van buitenaf. Die dus die wond laat zien eigenlijk. En opnieuw, steeds weer opnieuw, die wond dus triggert. Op het moment dat je die kan helen, wat we dus in de webinars hebben gezien, is dat op het moment dat er vanuit die eenheid en dan toch die wachter inslit, en die wachter die zegt van, kijk uit hè. Dit nee is nee, dit is mijn grens. En wat we al gezien hebben is dat van, als die wachter echt goed geïnstalleerd wordt, de strijder, je hoeft niet te strijden, maar het gaat erom dat je de bereidheid hebt om te zeggen tot hier en niet verder. En wat er dan komt, energetisch hebben we dus gezien dat bij verschillende mensen de lekken in het systeem voelbaar worden en gaan sluiten. En dat is vaak dan in de tweede. Als je heel overemotioneel bent, is dat bijvoorbeeld in je tweede chakra, bij je buikgebied. Dan staat dat helemaal open. Heel veel mensen hebben dus de oude verbinding naar de wereld toe, is in het zeven chakra systeem bij het maaggebied. En het maaggebied is dus het oude centrum, de oude verbinding naar de wereld toe. Maar ook zitten daar de koorden die jou aftappen. Of jij tapt anderen af via de derde chakra. Maar sommige mensen zit er een heel gat, is dat helemaal, functioneert het daar helemaal niet meer. En met dat proces waar we doorheen gaan, met het installeren van die wachter energetisch, sluit dus dat gat. En ga je voelen dat er rust terugkomt. En eigenlijk alleen al te zorgen, omdat jij die wachter installeert in jezelf, dat het nee ook echt nee is. En er zijn dus hulpmiddelen voor om dat te herinneren, want daar gaat het om. Het gaat er niet om dat iets van buitenaf nodig is om jou dat te leren. Het gaat erom dat je het in jezelf herinnert. Dus dit is eigenlijk de boodschap die ik mee wil geven voor 2024 als allerbelangrijkste. We zien in de jaarhoroscoop van 1-1-2024, die ga ik nog eens een keer extra aanhalen, zien we dus ook nog een keer de bronenergie staat in het 11e huis in Maagd en in Leeuw. En het gaat er dus over dat jij met bronenergie in Leeuw, de zwarte maan is dat, de zwarte maan is niet zwart omdat die negatief is, maar zwart omdat het een brekend punt is. Het heeft met de maanbaan te maken. Om de aarde en de maanbaan en dergelijke. En de zonbaan.
Maar die energie van de bron, dus waar de bron ons ondersteunt, ons inspireert van binnenuit, daar gaat dus die zwarte maan over, die bronenergie over in de horoscoop. Ik werk met de kosmische octaaf van de horoscoop, met de grotere processen. Die bronenergie in het 11e huis gaat over groepsvorming. En het gaat dus over dat jij jouw plek vindt, jouw expressie, jouw unieke bijdrage aan het geheel in een groep. Maar een schaduwkant, het overlevingsmechanisme, zien we dus, wat ik allemaal uitgelegd heb al in andere video's, dat slachtofferschap, het verslavingen, het niet willen voelen, maar ook als het dus wel stroomt vanuit die kern, als je wel in het nu aanwezig kan zijn, dat je de rauwe waarheid kan zien van wat er aan de hand is met jezelf, met anderen, beginnen bij jezelf dus, dan kan jouw bijdrage, kan je gaan voelen stromen vanuit een zuivere energie, niet om je ego te strelen of om, maar het gaat om het zo dicht bij jezelf zijn en heel diep in je gevoel. En dat is dus, die maan staat er dus bij. Dus het gaat erom, zeg maar, dat je van binnenuit, dat je die zuiverheid in jezelf kan voelen. En het met onderscheidingsvermogen de rauwe waarheid zien, de rauwe realiteit in het hier en nu. En dan van daaruit dienstbaar bent aan wat nodig is. Dan is heel erg belangrijk om daar aan mee te geven dat wat ik net zei, kijk uit, want er zit een schaduw aan. De schaduwkant, als je het niet helemaal kan pakken, is dat we heel veel verdeel en heers dingen gaan zien. Dus er wordt verdeel en heers toegepast en we gaan dus groepen zien die tegen elkaar gaan strijden. Dus daar heb ik al dingen laten verteld in een andere video over, in de video over de Verenigde Staten, wat er aan de hand is. Nou ja, er wordt ook al gesuggereerd nu ze Trump willen uitschakelen voor de verkiezingen. Daar komt natuurlijk, wordt ook al door veel mensen voorspeld, daar komt natuurlijk narigheid van. Dus het volk gaat dat niet pikken. En niet kiezen. Die kan dus niet meer kiezen. Die wordt gedwongen om de leiders te accepteren die ze niet kunnen accepteren. Die bronnenenergie in het 11e huis, met de maan erbij in het kanaal, dat betekent dus dat het volk gedragen wordt door iets wat groter is. Geïnspireerd wordt van binnenuit om de zuiverheid te voelen wat klopt en wat niet klopt, onderscheidingsvermogen te gebruiken. En dat is er dus. Dus die bronenergie is met het volk. Want dat is in de collectieve horoscopen, is de maan, staat voor het volk. Maar het is dus heel erg, en het staat ook voor het gevoel. Dus op persoonlijk niveau staat het voor gevoel en in contact komen met je binnenwereld. En dat is dus belangrijk, dus laat je niet voor het karretje verbannen van verdeel en heers en burgeroorlog en strijden tegen andere groepen. Maar los het op door die strijder in jezelf, door echt naar binnen te gaan en daar te voelen dat je echt in je onderbewuste ook de bond en we hebben dus, toen we de matrix inkwamen, de dualiteit inkwamen, in de tijd van Atlantis. Sommigen geloven er wel en anderen weer niet. Het maakt niet uit. We zitten in een dualiteitssysteem. We zitten in een aparte unit eigenlijk we zitten in een apart veld eigenlijk in de schepping. En we gaan dus weer naar de oorspronkelijke verbinding van de oorspronkelijke schepping waar we uit voortkomen, maar dan wel als een individu. En dus op een andere manier als voorheen, voordat we voor de matrix ingingen, waren we collectief. We hebben in de matrix geleerd individu te worden. En we gaan vanuit dat individu zijn, dat oorspronkelijke veld van die schepping weer in. Het was ook allemaal de bedoeling dit. Maar het is een beetje ver doorgeschoten. En nu gaan we eruit. Het gaat gewoon gebeuren. Die oorspronkelijke scheppingsveld waar we in horen, waarin we kunnen scheppen, waarin we kunnen wezenlijk kunnen zijn wie we wezenlijk zijn en dat we kunnen uiten. Dat gaat gewoon gebeuren. Het oude gaat afbrokkelen. Maar hoe kom je die fase door? 2024 is daar dus ontzettend belangrijk in. Dan, volgens mij heb ik zo de essentie van de boodschap wel verwoord. Dan wil ik nog eventjes zeggen dat of je nou, omdat 2024 een jaar van confrontatie is. En confrontatie in de zin van dat de naakte waarheid soms keihard kan zijn. In de video met Danny van die staat ook op mijn YouTube kanaal, hadden we het ook over de mensen die geprikt zijn en over de LGBTQ gemeenschap en dergelijke. Ik wil nog even heel duidelijk laten weten dat iedereen welkom is bij inzichten.com.
Of je een prik gehad hebt of geen prik gehad hebt. Ik heb er verder geen oordeel over, ook al mocht dat zo lijken. Ik vind dat iedereen moet kunnen doen en moet kunnen leven waar die echt zichzelf voelt. Alles, iedereen en alles heeft daar een functie in. Maar sommige dingen slaan ook te ver door. En 2024 gaat dus om dat jij jouw unieke zelf mag tot de expressie mag brengen. Dat je die mag leven, dat je dat mag voelen, dat je ervan mag genieten. En dat je dat, en dat je voelt dat je zuiver en dienstbaar bent. En je niet voor het karretje laat spannen van het overlevingsmechanisme in vissen, van chaos en daarna in ram met strijd. Dus het gaat heel erg, dus wat de zon staat, het cadeau wat we meegekregen hebben is, zorg dat je autonoom bent, op eigen benen staat. Zoveel mogelijk zelfvoorzienend op eigen benen staat. Ik denk dat dat heel belangrijk gaat worden in 2024. En dan ga je voelen dat je echt bij jezelf komt en dan word je gedragen in die oorspronkelijke aardeverbinding. En dat is een hele voedende, zachte energie. Dus ik hoop zeg maar dat deze boodschap duidelijk is en dat ik jullie hier een stukje inzicht in kan geven in het proces. Nou, mijn webinars zijn er iedere week en die zijn ervoor bedoeld om jou te ondersteunen innerlijk met meditatie, met aanwezig zijn bij jezelf, van binnenuit het te laten ontvouwen, maar ook multidimensionaal je energieveld zeg maar, op te bouwen. Zodat je dus ook daarvoor klaar bent en ook stabiel kan blijven in dus je gaat van het zeven chakra systeem naar het multidimensionale energiesysteem. Daar leg ik ook dingen over uit. Wil je daar meer over weten? Er start 14 januari een workshop, scheppingen en zo, waarin ik het hele systeem van de matrix, wat is die matrix nou, wat is dat oorspronkelijke veld nu, waar komen we vandaan, Atlantis komt erin voor, maar ook Avalon, al die staten van bewustzijn, leg ik uit aan de hand van een model. Is misschien niet nieuwe informatie die ik krijg, maar wel alles bij elkaar. Wordt heel erg duidelijk hoe het in elkaar zit, wat het zeven chakra systeem is, hoe het werkt met meesterenergieën, met engelen, met andere dimensies in jouw energieveld. En wat dat nieuwe veld is, dat maak ik heel visueel en duidelijk. Dus heel veel verwarring van wat er in de spirituele wereld, bewust of onbewust... eigenlijk een beetje een bende geworden is van allerlei namen die door elkaar heen lopen, van de ziel. Maar ik maak zo duidelijk wat de ziel dus is en wat bijvoorbeeld het goddelijke is. En wie je eigenlijk echt in wezen bent. Hoe kom je bij dat goddelijke? En waar zijn eigenlijk de dingen die je daarvan afhouden? Dus die je een detour geven in plaats van direct zeg maar in jezelf te komen. En ik ondersteun dat dus met mineralen. Zodat jij zelf in jezelf, het gaat om die frequenties, een mineraal is niet iets van buitenaf. Wat jou helpt. Het is een mineraal, is als jij op een goede manier de aandacht in jezelf legt, je openstelt, het mineraal vasthoudt, dan helpt dat mineraal jou te herinneren in jouzelf hoe je bepaalde krachten kan openen, kan activeren in de energie, in het energielichaam. En van daaruit opent die, brengt die de verbinding tot stand naar je wezenlijke zelf. Dus daar geef ik de meditatiebegeleidingen voor en de uitleg van wat we aan het doen zijn en waar we doorheen gaan nu en waar dat allemaal naartoe gaat. Ook met over relaties bijvoorbeeld in de oude tijd, in de nieuwe tijd. Komt ook in die workshop van 14 januari komt het ook aan bod. En dit is een superbelangrijke steen, de hematiet. Speciaal geopend, ik open hem op een andere laag. Iedereen opent mineralen op andere lagen, dat doen we allemaal. Zoals ik ze open, komt de goddelijke laag beschikbaar in de stof. Daarom zijn mijn kristallen. De mineralen ontzettend krachtig voelbaar. En wat de hematiet doet is normaal als je hem in de winkel koopt alleen ontlading, verzwaring en hij helpt de aarde. En zoals ik hem open, helpt hij ook nog de lichtas te activeren. De goddelijke lichtas en de godsvonk. Dat is een plasmabolletje, het centrum van je goddelijke zelf. Waar je de hele reis door de hele schepping hebt afgelegd. Die wordt daar ook mee geopend en herinnerd. Want daar gaat het om. En hoe meer je die in meditatie en in zijn en in stilte dagelijks zelf kan herinneren, hoe meer je, zeg maar, want die lichtas is echt volgend jaar cruciaal, dat je bij jezelf kan blijven in die stilte, in dat zijn, tussen alle rumoer en alle chaos, alles wat gaat veranderen.
in je relaties, hè? Want volgend jaar is echt thema, is echt ook relaties vanaf, het gaat echt al vanaf, april gaat dat al beginnen. Dus relaties, het hoofdwoord, zeg maar, en verbindingen. En kun je uit de strijd blijven, maar in de verbinding blijven, ten eerste met jezelf. En daar kunnen mineralen dus bij helpen. Dus onder andere, zeg maar, de hematiet. Ik werk met hele grote hematieten die dat dus kunnen verzorgen om die lichtas te activeren. Die lichtas brengt je in je zijn, in je goddelijke zelf. Dan heb je houvast en vanuit kan je ook veel makkelijker alles loslaten en in de stilte blijven. Super belangrijk mineraal om te gebruiken, om te helpen herinneren en om steeds weer terug te komen bij jezelf. En te kunnen ontladen, ook los te kunnen laten. Want als dingen heftig zijn, is dat ook niet echt makkelijk. Oké, nou, ik hoop dat ik op dit moment volledig genoeg ben geweest. Kijk ook nog de video die ik opgenomen heb met Danny van People United. Die staat ook op mijn kanaal en op het kanaal van People United. Heel veel, ik wens je een super 2024. En dat het maar een topjaar mag worden, want het is een jaar waarin je eigenlijk door dit proces heen gaat wat ik nu uitleg. En in die nieuwe expressie komt van jezelf. In die oorspronkelijke aardeverbinding. In die nieuwe, vernieuwde aarde. Van dat oorspronkelijke scheppingsveld. En waarin je dus echt kan gaan leven wie je wezenlijk bent. In vrede. Dus die doorgang gaan we maken. Dat is 2024 een hele belangrijke in. Ik wens je alle goeds. En je bent natuurlijk altijd welkom op mijn website www.inzichten.com en in de agenda kun je dus al die webinars en al die en die workshop ook vinden. Die drie, in drie luik is dat, de workshop die 14 januari start. Dankjewel en heb het goed.